Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op woensdagochtend 19 september. In het noorden en westen zien we vandaag wat meer wolkenvelden. In het binnenland is het gewoon weer zonnig vandaag en loopt de temperatuur hoog op. Vanochtend is het zo'n zee van 10 tot 18 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de lopende dag trekt de wind ook aan en met name aan zee wordt die krachtig en vanavond zelfs hard. De temperatuur loopt ook naar zo'n 22 graden aan de kust en 27 of 28 graden in het binnenland. Vanavond dus veel wind aan zee. En er kunnen ook windstoten voorkomen in de kustprovincies tot zo'n 75 kilometer per uur. Het is nog wel vrij zacht, zo rond de 20 graden. Morgen in het noorden en westen veel bewolking. In het binnenland ook ruimte voor de zon. En dan wordt het nog één keer zo'n 25 tot 26 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig en zal in de loop van de dag iets afnemen. Vanaf vrijdag wordt het duidelijk een stuk wisselvalliger. Het regent enige tijd vrijdagochtend en in de middag wordt het nog maar een graad of 15. Die hogere temperaturen zijn van de ochtend. Zaterdag en zondag wordt het ook zo'n 15 tot 18 graden met af en toe regen en soms veel wind.